Oh, wat jeukt het hier. Oh, en hier ook. Oh, en hier. En hier. Wat een nare mug. Toen ik vannacht lekker lag te slapen, heeft de mug mij wel 4 keer geprikt. Oh, het jeukt zo. Oh, wat een nare mug. Ja, en eigenlijk valt het misschien ook wel een beetje mee. Op mijn kamer zat maar 1 mug. En mijn moeder gaat er zo'n zalfje op smeren. Dan gaat het vast weer beter. In Egypte was het pas echt erg. Er waren zoveel muggen, zoveel als het stof. Ik moet er niet aan denken. Overal muggen. Luisteren jullie mee naar het Bijbelverhaal? En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! Mozes, Mozes! Mozes schrikt. Wie roept hem daar? Ik ben de Heere God, de God van je vader. Nu schrikt Mozes nog veel meer. De Heere God spreekt tegen hem. Mozes slaat zijn handen voor zijn gezicht. Mozes, ik wil dat je naar Egypte gaat, dat je naar de farao gaat om te vertellen dat hij mijn volk moet vrijlaten. Ik, zegt Mozes een beetje bang, moet ik naar Egypte? Maar dat kan niet. Ik ben gevlucht naar een ander land. Ik woon al heel lang hier. Ik durf niet terug. En ik kan niet naar de farao. Ik ben helemaal niet goed in praten. Ik kan dat niet. Mozes, ik zal de woorden voorzeggen die je zeggen moet. En ik zal ervoor zorgen dat je broer Aaron met je meegaat. Er is een nieuw land voor jullie. Ik zal jullie in dat nieuwe land brengen. Dan gaat Mozes. Hij pakt wat spullen in voor de reis en gaat op weg naar Egypte. Dat is het land waar hij vroeger prins is geweest, waar hij in het paleis heeft gewoond. Nu woont hij al heel lang in een ander land. In dit land zorgt hij voor de schapen. Maar omdat de Heere God het zegt, gaat hij nu terug naar het land Egypte, naar de farao, de koning van Egypte. Want het volk van Israël woont nog bij de boze farao. Dat is helemaal niet fijn. Ze krijgen weinig te eten en moeten heel hard werken. Maar nu gaat de Heere God hen helpen. Hij gaat hen vrijmaken. Als Mozes in Egypte is aangekomen, ziet hij zijn broer Aaron en samen gaan ze naar de farao. Wat is er? Vraagt de farao streng. De Heere God zegt dat u zijn volk moet laten gaan om voor de Heere God een feest te vieren. Antwoordt Aaron. Haha, lacht de farao. Ik ken de Heere God helemaal niet, dus ik zal zeker niet naar hem luisteren. Als u niet naar de Heere God luistert, zal de Heere God u straffen sturen. Dan zullen er erge dingen in uw land gebeuren. Maar de farao is daar helemaal niet bang voor. Ik ben niet bang voor jullie God. Ik ben de baas in dit land. Omdat de farao niet luisteren wil, gebeurt er iets ergs in Egypte. Het water in de rivier verandert in bloed. De vissen gaan dood en de mensen hebben geen water meer om te drinken. Wat erg, maar toch wil de farao nog steeds niet naar de Heere God luisteren. Hij laat het volk Israël niet vrij. Dan stuurt de Heere God allemaal kikkers in het land. Overal zitten kikkers. Op het land, in de keuken, in de slaapkamer en zelfs op de borden met eten. Nu wordt de farao toch wel een beetje bang van al die dieren. Hij roept Mozes bij zich. Mozes, vraag aan jullie God of hij wil zorgen dat er geen kikkers meer zullen zijn. Dan mogen jullie uit ons land weg. Mozes bidt tot de Heere God en de kikkers gaan weg uit het land. Maar de farao laat de Israëlieten nog steeds niet gaan. Hij zegt ineens weer: Nee, jullie mogen niet weg. Jullie blijven in mijn land om te werken. Dan stuurt de Heere God allemaal muggen die de mensen steken. En als de farao daarna nog niet luistert, wordt het steeds erger. Er komen nog meer plagen, steekvliegen en de dieren worden allemaal ziek. De dieren van de farao en van alle mensen van Egypte. De mensen krijgen zweren, allemaal zere plekken op hun lichaam. En telkens als er iets ergs gebeurt, zegt de farao: Stop, laat het over zijn, jullie mogen weg. En telkens als het over is, zegt de farao: Nee, jullie mogen toch niet weg. Ik ben niet bang voor jullie God en ik luister niet naar hem.
Er komt erge hagel in het land, grote witte hagelstenen. De hagel valt hard neer op het eten op het land. Daardoor kan de groente niet meer gegeten worden en kan er geen brood worden gebakken. Er zijn sprinkhanen die al het eten en gras kaal vreten, zodat er geen eten meer is. Maar nog steeds luistert de farao niet naar de Heere God. Dan zorgt de Heere God ervoor dat het heel erg donker wordt. Het is gewoon overdag. De zon zou moeten schijnen, maar het lijkt alsof het nacht is. Dat duurt wel 3 dagen lang. Door al die erge dingen spreekt de Heere God tegen de farao: laat mijn volk vertrekken. Maar de farao wil niet luisteren naar de Heere God. Wil hij dan dat het nog erger wordt? Ja, het zal nog erger worden. Maar daarna zal het volk van Israël bevrijd worden. De Heere God praat tegen Mozes en via Mozes tot de farao. Weet je, de Heere God praat ook vandaag nog. Hij praat ook tegen jou. Weet je hoe? Als je uit de Bijbel hoort. De Heere God